Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark, ik ben hier vandaag weer met Ido met SimCity. Ciao. Hi. En als je het nu al leuk vindt, laat het even een like achter, vergeet niet te abonneren. Ja, dat moet kan iemand de deur in huis vallen. Dat kan natuurlijk ook. Even zien. Mooi over de internetdrempel. Jo. En we beginnen nieuwe mensen te upgraden. Gelijk al. Gelijk wat Ido komt zeggen ze van, oh god. Gelijk spontaan upgraden. Nee, exactly. Ik hoef geen opslag in plaats van kolen, ik moet gewoon wat meer vracht hebben. Want mensen zitten te zeiken dat ze niet genoeg plaats hebben voor de vracht. Oké. Godsamme. Er zijn nu niet genoeg fabrieksarbeiders. Maar ik wil graag een politiekantoor hebben, daarna ga ik voor een casino. Dat is pas progressief. Dat is een progressief kantoor. Oh ja, dat is handig. Dieven rijden vanuit Moeras, Rozemarijn, de grens over. Zo, daar gaat mijn stem. Ook echt de mooiste naam die je kunt bedenken. Lekkere tongbreker. Echt, hè? Je verzint echt de meest rotste naam die je maar kunt verzinnen. Precies. Kijk, mensen zitten ook te zeiken dat het afval niet opgehaald kan worden. Nou... Wij zijn niet veilig op straat. Oké, ik kan hier echt een hele rot opmerking maken. Doe maar niet. Dat is een hele flauwe opmerking erachteraan. Maar ik heb totaal geen zin in om te maken. Zo, ik heb mijn stopbord even helemaal omhoog upgrade. Maar hoe kun je het eigenlijk stoppen, verduistering? Ja, dat is een goeie. Volgens mij heeft dat gewoon met de stroom te maken, maar hoe dat wordt verholpen, geen flauw benul. Dat is googlen. Misschien kan ik iets leuks vinden. Mm-mm. Waar? Waar is verduistering eigenlijk in het Engels? Zoek het op, zou ik zeggen. Daar heb ik er twee PC's voor nodig. Ja, telefoon en... meuk. Telefoon en meuk. Prachtig, Ido. Prachtig. Tekort aan arbeiders, nou. Nou, deze twee woonwijken niet meer, waarschijnlijk. Eclipse. Oké, dus... Ja, nee, dat snap ik ook wel. Dus door een zonsverduistering... moet je spontaan geld betalen. Made by Google Translate. Oh, ze zijn gewoon sinds tutorials voor op YouTube, volgens mij. Laten we eens even kijken. Oeh, dat gaan we doen. Nee, ik wil geen donatie doen. De stopplaats van Moeras Rozemarijn wil best wat afval van Noord-Wakkeiland op zich nemen. Pardon. Ik weet niet dat je weet, maar ik heb alle auto's al ter beschikking gezet. En toch willen ze het niet. Oké, met politie moest ik helemaal stop kunnen zetten. Oeh, ze zijn weer bezig met bouwen. Ik moet mijn brandweerkazerne even verbeteren. Tatu, tatu, tata. Tatela, tati. En toch, geen geld meer. Yay! Ik heb een achievement. Slechte zet, Engert, laat me eens één crimineel arresteren. Arresteren, perfect. Ja, dat duurde eventjes, hè. Brand in mijn stad. Er staat een brand in de stad. Weet je waarom ik daar opeens aan moest denken, maar oké. Ja, maar echt oplossen met politie. Hé, hey, weer verduistering. Dat 200 zelfs. Mooi, politie office. Oh ja, ik kan nu alvast wat bij mijn stadhuis neerzetten. Wat zou ik doen? Toerisme of zo.
Goed idee. Goed Nederlands, joh. Maar ik moest ook even wat olie in de grond pompen. Ja, ik ook eigenlijk. Laat ik dan maar ook gaan. Om zo wat meer geld te verdienen. Ik heb eigenlijk een olie en een ertsmijn gewoon precies naast elkaar nodig. Dat precies... ik heb alles op één plek zitten, volgens mij. Daarbij zit ook wel redelijk op één plek. Ik heb alles zo goed als op één plek zitten. Maar waar leeft meer op? Olie, ijzer of olie? Ja, olie, ijzer of olie. Ja, volgens mij olie, hoor. Als dat je antwoord is. Als dat je vraag is. Zo moeilijk was het niet, Nederlands. Echt, hè? Maar in ieder geval, toerisme is gemaakt. Dus ik ga waarschijnlijk ook de Nederlandse... toerisme? Ja, natuurlijk. Ja, zeker net. Echt waar, jezus. Dementie, heb ik geen steeds vroeger. Oh ja, tuurlijk. Ik kan natuurlijk ook nog een pretpark neerzetten. Die dat ik ga doen, maar... Een paar wegen upgraden. Even zien. Ja, ik heb drie plaatsen waar ik olie heb zitten. Eentje precies onder mijn stadhuis. De andere tussen de Wolwijk en de industrie in. En eentje recht bovenop de industrie. Maar ik denk dat ik die tussen die twee ga doen. Ik moet echt meer mensen hebben. Maar ben je nog steeds aan het uitbreiden met je industrie dan? Nee. Nou ja, ze breiden het spontaan zelf uit, maar dat is een ander verhaal. Op zich vrij slecht van mij, maar... Brandweer is langzaam. Ja, dan moet je even pepers in je kont douwen of zo. Maar mensen hebben me aan het upgraden. Ik hoop dat ik een keer een paar pretgebouwen krijg. Hoop ik echt. Zou echt zo fijn zijn. Oeh. Ik kan nu al een hogeschool neerplempen. Maar ja, nog niet de middelbare school, omdat je daarvoor de afdeling onderwijs voor nodig hebt. Mensen willen een bussen hebben. Ja, openbaar. Of hoe heet dat ding ook alweer? Openbare voorzieningen. Vervoer en transport, die moet ik eigenlijk ook wel hebben. Voor treinen en zo, en vliegveld, je weet wel. Ja, treinen boeien me op zich niet zo heel erg. Ja, ik heb een sport, dus op zich. Ja, ik ook. Ik kan ook mooie goederen mee over laten komen bij elkaar. De brandweer is langzaam. Ah, wat zei ik dan net? Dan weer wat peper in je kont, misschien dat dat helpt. Nee, mensen gaan weer upgraden bij mij. Hey, het positieve is wel, is dat je meer geld verdient dan. Ja, dat is best. Ja, maar eventjes wat minder. Nou, daar moet je dat maar mee accepteren. Je kunt niet alles hebben. Kijk, het staat... Ik heb zo'n gebedshuisje achter neerplempen. Als mensen weer wat happier. Are you happy? I know it. Even de landwaarde hier een beetje wat meer verhogen. Ik zou dat kunnen sparen voor een stadion. Kost 150.000. Ja. Ik heb nu al bijna 50.000 euro, moet je nagaan. Ja, nu heb ik al meer dan 50.000. Dus ik ga maar eens alvast beginnen met mijn... Wat zegt hij? Ze zit hier. Oh, ze willen dat ik een petpak ga maken. Nou, misschien doe ik het dat toch straks wel. Ik ga even een olie oppompen. Ja, ik ga ook maar beginnen daarmee. Dan moeten niet allebei hetzelfde gaan doen. Ja, want ik heb ze beide nodig. Ik kan ze natuurlijk ook wel van jou inkopen, maar... Ja, maar dan is dat eigenlijk de prijs, snap je? Want ik heb het sowieso... Met een handelsdepot. Want met een Omega Co heb ik dat sowieso nodig. Ik ben natuurlijk nog niet maar zo... Maar ik kan ook eerst kolen gaan doen.
Ja, als jij dat doet, dan ga ik beginnen met mijn olie. Mijn erts. Wat heb ik dan nodig voor kool? Ja. Ik ga voor de olie. 7 industriële gebouwen. Ik plemper neer. Plemper. Heel wat mensen weer onblij. Uiteraard, aardbevingen natuurlijk. Even zien hoe ze... Ons eigen bedrijf hier aan beginnen. Eens even kijken. Opslag voor kolen. Nog meer opslag voor kolen. En nog meer opslag voor kolen. Oké, ik kan zo meteen een kolenmijn bouwen. Alleen, waar zijn de kolen eigenlijk bij mij? Want voordat ik weet, is zo meteen mijn inwoners op hete kolen. Brand. Oeh, daar kan ik hiernaast mooi een ertsmijn neerzetten. Zou ik ook kunnen doen. Maar ik heb hem nu al geplaatst, dus... Maar dan doe ik zo meteen een stadion wel even. Is goed. Maar ik denk dat ik deze aflevering... We hebben dus allebei wat. Ja, maar ik ga deze aflevering wel weer afsluiten. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef like op mijn kanaal. En tot de volgende keer weer. Later.